Er is de Tweede Wereldoorlog weer ietsje verder geleden. En dus ook iets belangrijker om daar weer over te vertellen. Hè? Om die verhalen in leven te houden. Om ook de nieuwe generaties bij te spijkeren met de lessen uit de Tweede Wereldoorlog. En dat doen we in Nederland met tal van mooie initiatieven. Met vandaag weer zo eentje. Het is Verhalendag. Dat wil zeggen dat schoolklassen uit het hele land naar Madurodam trekken vandaag. De miniatuurstad is het toneel van oorlogsverhalen. Hier worden de verhalen verteld door ooggetuigen, door nazaten daarvan en door veteranen. Een van de vertellers vandaag, dat is Eline. Zij vertelt het verhaal van haar oma. Haar vader was een verzetstrijder voor het Geuzenverzet. En hij wordt opgepakt en dan gaat het vooral eigenlijk over de periode waarin zij dus leeft zonder haar vader. En ook een stukje over dat hij terugkomt en dat je dan toch veranderd terugkomt. Ik vind dat enorm leuk en goed wat ze gaan doen. We moeten niet vergeten. Ik vind het heel belangrijk dat het verteld blijft, want je ziet er is nog steeds oorlog. En juist door die verhalen te blijven delen, laat je dus zien dat de oorlogen moeten stoppen. Ik heb het nog niet aan oma laten horen. Dus dat vind ik zelf nog misschien wel het spannendst, dat zij het nog niet gehoord heeft. Maar zij heeft niet veel verhalen van haar vader gehoord, want haar vader die vond het belangrijk om dat niet te vertellen, omdat het zo naar was. En zij heeft zelf ook wel de laatste tijd tegen mij gezegd van, maar doordat jij met mij praat, zie ik dat het juist verteld moet worden, want juist daardoor leer je. Zo. Mooi om dit zo te horen. Met zo'n jong meisje, hoe ze dat ook vertelt. En het zo spannend vindt juist om het aan oma te vertellen. Zeer belangrijk om die geschiedenis door te geven aan de volgende generaties. Niet alleen om te weten wat er is gebeurd, maar ook om onze rechtsstaat meer te waarderen. Want dat wat toen heeft plaatsgevonden, mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Hoe doen jullie dat ook om kinderen, juist kinderen, daarover te informeren en te bereiken? Nou, door in eerste instantie de verhalen een beetje klein te houden. Ga kijken naar je eigen familie, ga kijken naar je eigen buurt. We moeten het niet meteen over het massale hebben. Dat is voor een kind veel te moeilijk om te begrijpen. Ga naar die kleine verhaaltjes om je heen kijken, om een beetje bewustwording te creëren over wat er is gebeurd en welke lessen we daar voor de toekomst uit kunnen trekken. Ja, staan jullie er in Libelle ook altijd bij stil? Elk jaar in ieder geval rond 4, 5 mei proberen we weer mooie verhalen die nog niet vaak verteld zijn te brengen. En lukt dat ook elk jaar toch wel weer? Ja, zeker. En toen met 75 jaar vrijheid hebben we er een hele special over gemaakt om juist ook de verhalen van vrouwen te vertellen. Een perspectief wat binnen de verhalen die je kent van de Tweede Wereldoorlog vaak onderbelicht is. Mm-hmm. Ja.